Ik sta vandaag in Oensjerk en hier is het nu nog vrij rustig weer. Maar we gaan over op een ruig weertype. De late avondspits heeft het vanavond zwaar met regen en windstoten. Vanavond en vannacht valt er periodiek regen en soms regent het stevig. De temperaturen liggen tussen de 5 en 7 graden. De zuid tot zuidwestenwind is landinwaarts matig tot krachtig. In de kustprovincies, krachtig of hard, met windstoten in kracht 8 of 9. Morgen overdag zijn er flinke droge perioden met zon. In het oosten valt de meeste regen en daar dus ook weinig zon. Overdag lopen de temperaturen op naar 10 tot 14 graden en er staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. In de westelijke kustgebieden komt een stormachtige zuidwesten te staan. In het Waddengebied rond de middag tijdelijk stormkracht 9 met windstoten in kracht 10 en 11. Ook landinwaarts zware windstoten. Later in de middag wordt het snel rustiger. Donderdagavond en nacht volgt met buien, kans op onweer, hagel en windstoten. Vrijdag wordt een dag met buien en een wisselend zon. Het oosten van ons land blijft het meest bewolkt en de temperaturen komen tussen de 9 tot 11 graden uit. De Zuidwestenwind is matig tot krachtig en in buien windstoten in kracht 8. We gaan vooruitkijken. Zaterdag is er veel bewolking met een vrij lange periode van regen. Overdag temperaturen rond 9 graden en er staat een krachtige tot harde wind. Zondag volgt met een paar buien ook de zon erbij en opnieuw temperaturen rond 8 graden. Maandag overdag nog een aantal buien met temperaturen rond 9 graden. Ik sluit af met een verkeerswaarschuwing. Vanavond en vannacht en ook morgen door regen, soms matig zicht. En hou rekening met windstoten. Ik wens iedereen nog een fijne avond en ontmoon. Tot morgen.